dames en heren, we zijn hier met twee van de organisatoren van het DAAR-festival. Kun je al eens vertellen wie jullie zijn? Ik ben Anne van Helteren. Ja, ik ben Wiebe de Haan. Nou, we zijn met het DAAR-festival ermee begonnen. Omdat we eigenlijk altijd al ideeën hadden van dit zou tof zijn op een festival, dat ook. En toen wilden we een soort feestje of een gathering organiseren. Toen dachten we, waarom maken we niet gewoon echt een gaaf festival van het alles wat wij leuk vinden en willen zien op een festival. Hartstikke leuk. Jij nog iets toe te voegen? Nee. Daar is alles wel bij gezegd. Jullie zijn behoorlijk jong volgens mij, hè? Ja, we zijn allebei 17. 17. En hoe kom je dan op het idee om dat voor elkaar te krijgen? Ik ben zelf 43 en ik lijkt me nogal lastig. Ja, het is ook lastig, maar... Ja. Heb je er veel tijd in gestopt? We zijn in september begonnen dit jaar, denk ik, met de organisatie. En toen hebben we nog... In februari zijn we ineens van locatie geswitcht, een hoop gedoe. En toen kwamen we hier terecht. Perfect terrein uiteindelijk. En ja, nu dit. Ja, wat het ook is, het is gewoon... Hoe begin je? Je gewoon doen. Al gaandeweg leer je eigenlijk. Wat heb je gaandeweg geleerd? Dat je heel veel energie in moet steken en dat je mensen aan de ene kant niet zo goed kan vertrouwen. Maar ook dat er heel veel mensen zijn die je juist helpen en die het heel gaaf vinden wat je doet en wat je allemaal doet. En ja, ik denk dat dat een groot ding is. En ook gewoon heel veel technische dingen over hoe organiseer ik een festival. Wat had je verwacht, wat had je niet zien aankomen wat veel tijd kost? Veiligheidsplan. Ja, het veiligheidsplan. Dat is echt... Ja, daarin moet je gewoon alles opnemen van wat gebeurt er als er een bomaanslag is. En wat gebeurt er als het heel hard regent. En wat, echt elk dingetje moet je erin zetten. En dat kost best tijd, zeg maar. Hier staan we met Mickey bij jouw kraam. Kan je iets vertellen over jezelf en de kraam, wat je hier doet? Ja, ik heb heel vaak gereisd, door Azië vooral. En ik zag dat mensen zoveel mooie spullen maken. En vooral veel handwerk, ambachtslieden. En ik werd helemaal verliefd gewoon op hoe mooie dingen mensen kunnen maken, vooral met heel weinig materialen. En vooral veel natuurlijke materialen die ze gebruiken. Uiteindelijk ben ik begonnen met cadeautjes mee te brengen voor mensen. En uiteindelijk vond ik het gewoon heel leuk om, om wat meer mee te brengen en te delen met de wereld. En met deze kraam ben begonnen. Dus ik bezoek eigenlijk, vooral in India en Nepal, bezoek allerlei ateliertjes. Mensen edelsmeden, mensen die katoen weven. Ja, voor alles en nog wat. Je ziet leer bewerken. En dan zoek ik dus leuke spulletjes uit bij die mensen. En ondertussen probeer ik te leren van hoe mensen die dingen maken en van welke materialen. En probeer ik die mensen daar ook nog een beetje te steunen. Oké. Ik ben Bianca Runge. Ik heb een klein bedrijfje, Beeldstation. En daarmee sta ik hier met het Bling Bling Buffet. En het Bling Bling Buffet is een recycle workshop in theatrale setting. Nou, die theatrale setting heb je hier. Maar ik ben vandaag in een mini versie. En daarom heb ik alleen twee kleine tafeltjes meegenomen. En ik heb nu wat verkoopspulletjes. Blink blink spulletjes voor een klein prijsje. En normaal is het dus een recycle workshop. Er staan er aan de beide kanten nog een hele grote tafel met een draaiplateau. Waarop allemaal recycle materialen liggen. En dan kan je een mooie broche of hanger maken. Hallo, kun je vertellen wie je bent en wat jij hier doet? Oké, ik ben Olga Broeders en ik ben een illustrator uit Breda. En ik zit op de kunstacademie en ik tentoonstel hier mijn werk en verkoop het in kaartvorm en in postervorm. Oké, kunstacademie, welke kunstacademie is dat? In Breda, AKV Sint Joost is het. En ik studeer illustratie animatie. Kan je wat vertellen over je werk? Het is vooral mixed media. Ik gebruik inktvlekken, verschillende verftechnieken, maar ook digitaal ben ik nogal veel bezig. En mijn inspiratiebronnen zijn van alles wat. Maar meestal natuur. Meestal natuur. Ja. Hoe ben je hier terechtgekomen? Hier, ik ken de organisatoren door een vriendin van mij en die hebben mij gevraagd om hier te komen staan. En die zochten nog kunstenaars die hun werk zouden verkopen en ja, zo ben ik hier eigenlijk terecht gekomen. Oké, mooi. Dat is wel leuk.